Vrijdag 9 februari heeft het Centraal Stembureau van Tiel onder leiding van burgemeester Beenhakker de geldigheid en nummering van de kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen in Tiel in maart vastgesteld. Wat wij vandaag gaan vaststellen is het procesverbaal voor de geldigheid en nummering van de kandidatenlijsten. Zal zo meteen nog het een en ander gaan toelichten. Ik kan in ieder geval in samenvattende zin zeggen dat het geen herstelbare verzuimen zijn geconstateerd. Er is geen lijst ongeldig verklaard. Dat is allemaal geldig. Er is geen kandidaat van een lijst geschrapt. Er is geen aanduiding boven een lijst geschrapt. En geen aanduiding boven een lijst ambtshalve aangepast. We hebben lijsten die ingediend zijn van Democraten 66, D66. Partij van de Arbeid, PvdA, de VVD, de Partij van de Burgers, het CDA, ProTiel, ChristenUnie, GroenLinks en Krachtig Tiel. De nummering van de kandidatenlijst is gebaseerd volgens de wet op kieswet op basis van de uitslag van de vorige gemeenteraadsverkiezing. Dus dat betekent dat nummer 1, dus aanduiding nummer 1, D66 is. Aanduiding nummer 2, Partij van de Arbeid. 3, VVD. 4, Partij van de Burgers. 5, CDA. 6, ProTiel. 7, ChristenUnie. 8, GroenLinks. En dan de nieuwe partij 9, Krachtig Tiel. Voor het laatste nieuws rondom de verkiezingen kunt u de website www.gldstemt.nl raadplegen. Daar vindt u onder andere de partijprogramma's van verschillende partijen en het laatste nieuws van de activiteiten van die verschillende partijen.